Toen ik opgroeide, ik kreeg alle kansen die ik nodig had. En ik had me eigenlijk niet zo kunnen voorstellen dat ik in 2021 nog zou moeten pleiten voor het openhouden van bibliotheken. Ik dacht, nou, dat is vanzelfsprekend. Klopt het dat u niet hier naartoe gesleept bent, maar op eigen initiatief hier naartoe bent gekomen? Ja, nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Want ik ben zelf, hou ik enorm van de bibliotheek. En we hebben als Partij van de Arbeid ijveren we ook voor de bibliotheken om te zorgen dat die open blijven. Dat is voor alle kinderen natuurlijk belangrijk en alle volwassenen. Maar zeker in een stad waar mensen soms moeite met lezen en schrijven hebben, is natuurlijk de bibliotheek een plek waar je boeken hebt, waar je cursussen krijgt. Ja. Dus vandaar. Ja. En als u zegt de PvdA, we ijveren daarvoor, wat betekent dat concreet? Ja, dat betekent dat we de afgelopen jaren het kabinet hebben geprobeerd om aan te zetten tot het openhouden van bibliotheken. Dat is gelukkig ook gelukt. En we hebben in ons eigen programma voor de komende jaren hebben we extra geld gereserveerd voor de bibliotheek. 200 miljoen. Ja, we gaan veel investeren in onderwijs, bijvoorbeeld in lerarensalarissen. Ik weet ook wel, leraren zeggen zelf, salaris is niet het belangrijkste, maar het speelt natuurlijk wel een rol. We hebben een lerarentekort. We willen het ook gemakkelijker maken voor mensen om leraar te worden. Niet door aan kwaliteit in te boeten, maar om ervoor te zorgen dat opleidingen toegankelijk zijn. Dat je als zij-instromer dat kunt doen. Allemaal gericht op die kansengelijkheid. Want allemaal gericht op kansengelijkheid, want daar begint het natuurlijk. Hè. Een van onze voorstellen is, zorg nou dat er een voorschool komt. Van alle kinderen van 0 tot 4 kunnen daar naartoe. De overheid, wij samen betalen dat. En dat is natuurlijk een grote gelijkmaker, zou je kunnen zeggen. Want ja, alle kinderen kunnen dan vanaf kleins af aan, kunnen ze spelend leren. Niet in elk gezin zijn er boeken. Niet in elk gezin is er een computer. En zeker in deze coronatijd zien we wat dat betekent voor kinderen. Daar ligt absoluut een opdracht voor de overheid. Er is een lerarentekort, dus er ligt ook een opdracht voor de overheid om leraren beter te betalen. En zeker op plekken waar veel kinderen toch niet zo heel makkelijk hebben, moet je echt een extra stap zetten. Vindt u het gek als ik zeg dat dit toch een beetje klinkt alsof ik zo PvdA een beetje terug naar de oude orde? We zijn blijkbaar dit kwijtgeraakt als Nederland. Hè? Want waarom zouden we anders bibliotheken gaan sluiten? Hoe is dat in ons opgekomen? En als dat betekent alle kansen voor alle kinderen. Ja, dat is natuurlijk. We zijn 75 jaar oud bij de PvdA. Dat is een thema wat ook in 2021 dus heel actueel is. Ja. Ja, mijn belangrijkste boodschap is waar we het hier nu over hebben. Dat, kijk, we zijn nu in de coronacrisis, we hebben het allemaal moeilijk. Maar we weten ook dat al voor die tijd er veel was scheef gegroeid. En het moet beter, dus we moeten meer investeren in wat belangrijk voor ons allemaal is. En de miljonairs en de multinationals gaan dat betalen. Ik heb net, het schiet me net te binnen, maar ik heb net het boek van Pieter Omtzigt gekocht, hè, Nieuw Sociaal Contract. Ja. Nou, u zult het vast nog niet gelezen hebben. Nee, ik heb het nog niet gelezen. Maar Ga ik wel doen. Als ik u zo hoor, kan ik me voorstellen, nou, daar kunnen we elkaar wel de hand schudden. Ja, ik denk dat daar absoluut kunnen we elkaar de hand schudden. Maar als ik dan Wopke Hoekstra weer hoor, die de WW wil halveren, dan heb ik toch grote twijfels bij het sociale hart van het CDA. Ik zou Wopke Hoekstra willen adviseren, neem dat terug, dat plan.